Even ten noorden van Ede liep zo'n 400 jaar geleden een weg. Nou ja, niet een weg zoals we nu kennen. Meer een heel breed karrespoor door het zand. Dat liep over de heide naar de Goudsberg. Kooplieden uit Duitsland, de Hessen, gebruikten die sporen om met hun brede en zware wagens hun handelswaar naar Utrecht en Amersfoort te brengen. Er werd wel tot 3000 kilo op de enorme karren geladen. Wol, zout, aardewerk, zelfs keramiek en zilver. Met de kostbare lading lag het gevaar altijd op de loer. Er waren in die tijd op de woeste gronden en in de bossen veel struikrovers. En de Hessen bleven daarom bij elkaar, in konvooi. En vanuit Hessen, rond Frankfurt, deden ze er wel een paar weken over om langs die wegen in Ede te komen. En op die gevaarlijke weg, hier vlakbij, speelt het verhaal Hessekind. Ik nodig u allemaal uit om op vrijdag 5 januari om 17:15 het verhaal Hessekind met een heel spannend klank- en lichtspel mee te beleven. 5 januari, 17:15, bij de ijsbaan op het Raadhuisplein. Tot dan!